Assalamu alaikum, dag iedereen, hoe is het met jullie? Ik hoop dat alles goed gaat. Welkom bij een nieuwe video van Foodari. Vandaag inshallah gaan wij kalbeloes met jullie maken. Het is een heel simpel recept, maar super, super lekker. Wat hebben we nodig? Ik heb hier 500 gram grof griesmeel. Dus grove griesmeel, dus niet het middelste formaat of fijne, maar de grove variant. 350 gram suiker. Een halve theelepel zout. En dat mengen we tezamen. En ik heb ook één vanillezakje erbij gebruikt. En dat gaan we gewoon goed vermengen, tot alles goed gemengd is. En dan gaan wij warm water gebruiken. Dus gewoon warm water. 75 gram warm water. En 60 gram oranje bloesemwater heb ik gebruikt. En dat gaan we goed mengen. Dus we voegen een beetje bij beetje aan toe. Dus niet alles in één keer. We proberen gewoon alles een beetje bij beetje aan toe te voegen. En dan gewoon met onze vingertop eigenlijk gaan we ons griesmeel bewerken. Dus houd er rekening mee. We gaan het niet kneden. Het is gewoon echt gewoon met de vingertop bewerken. En dan, zoals jullie op de video kunnen zien, zo met die draaien. Net alsof ik zo in de griesmeel aan het draaien ben eigenlijk. Dus het is niet kneden. Gewoon met onze vingertoppen. Zoals je kan zien, ik heb een beetje gepakt. Ik heb geprobeerd een bolletje van te vormen. Dat was gelukt. Dus dat houdt in dat het goed is. En dan laten we dat een nachtje rusten. Dus ik heb dit in de avond voorbereid. Dus het was avond dat ik dit heb gedaan. En dat dan tot de volgende ochtend. De volgende ochtend gaan we dus onze griesmeel erbij pakken, zoals je kunt zien. Het heeft al dat vocht heeft hij goed opgenomen. Dat zorgt ervoor dat onze griesmeel lekker zacht wordt. Of lekker zacht wordt eigenlijk. Dat het niet zo hard wordt als we die gaan bakken. Want mochten we deze stap overslaan en we zouden direct gaan werken met die griesmeel, omdat het een grof griesmeel is, dan gaat dat heel... het gaat knarsen eigenlijk. Of ja, knarsen heet dat, knarsen. Dat gaat niet lekker zijn. Dat gaat echt totaal niet lekker zijn. Dus het is heel belangrijk dat we deze stap wel doen. En dan de volgende dag heb ik dus 100 ml water. Warm water weer heb ik gepakt. En dan gebruik ik en dan voeg ik dat weer beetje bij beetje aan toe. En dan telkens weer met onze vingertoppen werken. Jullie kunnen zien, als jullie zien dat jullie griesmeel de juiste structuur heeft, dan stoppen jullie. Want zoals jullie weten, de bloemsoorten en griesmeelsoorten, dat hangt echt per soort af hoeveel water hij kan opnemen. Want de een neemt meer water op dan de ander. Dus zoals jullie zien, dat jullie deze structuur van deeg hebben, dan stoppen jullie. Dus wij gaan gewoon even verder. We blijven roeren, dus met onze vingertoppen, totdat eigenlijk onze suiker oplost. Dat is heel belangrijk, dat onze suiker oplost. En dan krijgen we een soort van... ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Het wordt een beetje... Ik weet niet hoe ik dat moet noemen, maar dat blijft zo plakken. Maar jullie kunnen dat wel zien, denk ik. Hoe dat het eruit ziet. Dus als jullie deeg zo van structuur is, dan stoppen jullie met water toevoegen. Ik had hier 100 ml gebruikt. Of 100 gram. Maar... jullie voegen beetje bij beetje aan toe. Dus jullie doen die 100 gram. En dan voegen jullie beetje bij beetje aan toe. Als jullie zien dat jullie zijn aangekomen bij dit punt, dan stoppen jullie. Maar mochten jullie nog ietsje meer nodig hebben, dan gebruik je gewoon een klein beetje meer erbij. Ik had haast. Dus ik heb die deeg eigenlijk niet laten rusten. Maar dus dan is het een beetje moeilijk te bewerken natuurlijk. Om dan je vulling erin te doen. Ik heb hier een vulling gebruikt van ongeveer 250 gram. Dus een mengeling van amandelen met schil en walnoten. Die ik lichtjes geroosterd heb. En dan heb ik er ongeveer 50 gram suiker aan toegevoegd. Dat heb ik dus gemalen. Toen ik dat gemalen heb, heb ik er een beetje... dus ik heb 2 eetlepels boter aan toegevoegd. Gesmolten boter. En ongeveer 3 eetlepels oranje bloesemwater. Dat heb ik er dus aan toegevoegd. En dan kunnen we dat mengsel gebruiken. Ik heb dus, wat heb ik gedaan? Ik heb dus eigenlijk de mengsel in het midden van het deeg gedaan. Want ik had geen zin om eerst de helft te doen. En dan onze amandelmengsel plat te maken. En dat daar netjes op te zetten. Daar had ik eigenlijk geen tijd voor. Dus ik had dat op deze manier gedaan. Maar als jullie tijd hebben, laat jullie deeg een beetje rusten. Ongeveer een half uurtje.
Dat zal wel genoeg zijn, een half uurtje, een uurtje. Maar als jullie geen haast hebben, als jullie haast hebben, kunnen jullie dat gewoon doen zoals ik het heb gedaan. En ja, dat is ook perfect. Het was super lekker. Het was binnen 4 dagjes. 4 dagen was het op. En normaal is dat, normaal gaat dat niet zo snel. Maar ze vonden dit recept vonden ze echt super lekker. Dus ik hoop dat jullie het zullen proberen. Met de Ramadan, ja, subhanallah, met de Ramadan willen we altijd iets zoets eten. Ik weet niet waarom, hoe dat komt. Maar we willen altijd iets zoets hebben in de avond. Dan is dit toch een perfecte alternatief ervoor. Om iets lekkers zoets te eten. Ik heb hier dus amandelen gebruikt. Ik heb hier amandelen door de helft gesneden. Dus je hoeft niet een hele amandel te gebruiken. En die zet ik er dus op. En dan bakken we die in de oven. Ik heb hem gebakken in een gasoven. Met het vuur aan de onderkant aan. Op 160 graden. Totdat je ziet dat de zijkanten mooi bruin zijn. Als de zijkanten mooi bruin zijn. Dan betekent dat dat de bovenkant aangezet mag worden. En dan voor een bruin kleurtje. Als die mooi bruin is geworden, dan haal je hem uit het vuur. Honing moet koud zijn. En kalbeluzen moeten warm zijn. Ik heb zelf hier honing gebruikt. Ik had zelf gemaakte honing. Die ik dus heb verlengd met water. Zo kon ik dus zien hoe... Hoe zou ik het zeggen? Zo kan je zelf kiezen van hoe dik je je honing wil hebben. En ik vind dat ook lekkerder en het is ook mooier van kleur. Maar jullie kunnen zelf jullie suikersiroop maken door 2 glazen suiker te gebruiken. Dus ongeveer een glas van 200 gram of 200 milliliter. En 4 glazen water. En dan gebruik je een stukje van citroen erin. En dan laat je dat koken. Op het vuur voor ongeveer 15 minuten. Zet het vuur, eerst zet je het vuur hoog, doordat het kookt. En dan zet je het vuur heel laag voor 15 minuutjes. En op het laatst voeg je een beetje oranje bloesemwater aan toe. En dan is je siroop klaar. Maar siroop moet altijd koud zijn. En je bezoekzaam moet warm zijn. Alleen zo krijg je een perfect resultaat. Mochten ze allebei warm zijn, reken dan op dat het zeker mislukt. Thuis hadden ze er al van gegeten. Dus ja... Maar ja, ze wisten ook niet dat ik daar een video van had gemaakt. Dus ze hadden er al van gegeten. Maar ik dacht, ja, van, dat maakt niks uit. Dat is geen probleem. Alsnog ga ik dat wel filmen. Zoals je kan zien, het zit goed vol met siroop. Het is super lekker. Het is echt een aanrader. Echt waar. Ik was ook vergeten te vermelden. Nadat we die gebakken hebben, als die de oven uitkomt, gebruiken we roomboter. Gesmolten roomboter, dat smeren we aan de bovenkant erop. Dus een beetje roomboter aan de bovenkant. Dat zorgt voor een lekkere smaak. En dan voegen we pas onze siroop eraan toe. Dus ik zou zeggen, probeer het. Het is zeker de moeite waard. Ik zou zeggen, tot de volgende video. Inshallah, laat je aankomen op slaap.